Waarom is gedragsverandering nou zo ontzettend moeilijk? Hoi, ik ben Gijs, preventiewerker in de verslavingszorg. En ben jij nou benieuwd hoe je in gesprek kunt gaan met je cliënt over verslaving en gebruik? Kijk dan naar de volgende video's. Er zijn drie belangrijke redenen waarom gedragsverandering zo ontzettend moeilijk is. De eerste is, gedragsverandering is eng. Je weet niet wat je ervoor terugkrijgt als je stopt met gebruiken. Je cliënt denkt misschien, als ik niet onder invloed ben, moet ik die rotgevoelens misschien wel allemaal weer gaan voelen. Reden 2, we zijn gewoontedieren. Je denkt misschien, bij een kop koffie hoort een peuk. Of als ik op een terras zit, ja, daarbij hoort een wijntje. Een gewoonte krijg je er niet zomaar uit. En de derde is ambivalentie. Je hebt goede redenen om ermee te stoppen, maar zeker ook redenen om ermee door te gaan. Als het ware zit er een engeltje en een duiveltje op je schouder die je dingen influisteren. Dit waren de belangrijkste redenen waarom gedragsverandering zo moeilijk is. Wil je meer weten? Bekijk onze hele videoserie op onze website of YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken.